Oké, je maakt dus een zwembad voor een zwembad. Dat is natuurlijk ook hilarisch. Mijn naam is Cindy Bakker. Ik ben beeldend kunstenaar uit Rotterdam. In de zomer van 2020 heeft Artenders een open call uitgezet voor het Arnhem Gesmiedplein. Waar we dus nu ook staan. Ik woon hier zelf om de hoek, ben beeldend kunstenaar en heb me toen voor de open call aangemeld. Waar ik samen met een andere kunstenaar uiteindelijk ben geselecteerd om een ontwerpvoorstel te maken. Door verschillende rondes vanuit de gemeente, jeugdcommissies, de omliggende partijen hier, zijn er stemrondes geweest waarin ieder eigenlijk betrokken is geweest in dat proces. Uiteindelijk heb ik de ontwerpwedstrijd gewonnen en ben ik samen met Artenders dat hele proces aangegaan in de productie van het werk en de hele doorontwikkeling van het ontwerp. Nou, ik ben echt lang daar ook op dat plein zelf geweest en ik dacht, nou, het allereerste wat hier echt mist is kleur. En toen kwam ik op het concept pierenbadjes. En in Rotterdam is het ooit geweest op het Schouwburgplein. Vanaf de jaren 60 heeft dat een aantal jaar bestaan. En daarna is dat weer verdwenen en ik dacht, ja, dit is volgens mij een prachtig concept om dat idee van een pierenbad gewoon letterlijk daar op Zuid terug te brengen. Nou, en wat ik heel belangrijk vond is dat het, oké, het moet dan meubilair zijn, maar mensen moeten het zelf kunnen gebruiken hoe ze het willen. Ja, dat of je je koffie komt drinken of een boek komt doen of dat je er gewoon met je kind even wil spelen als je uit het zwembad komt. Of dat er een bioscoopavond georganiseerd wordt. Het zit zeg maar niet, het is niet vast. Dus het mag leven en iedereen mag het op een andere manier gebruiken en inzetten. Dus ik kan echt niet wachten tot die vrachtwagen wordt uitgeladen met spullen.